Hallo, 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 dames en heren, jongens en meisjes. Welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. We gaan vandaag verder in Abu Dhabi, aflevering nummer 16. Het einde van deze Career Mode na dit van seizoen 1, namelijk... Goed verhaal! Na deze race gaan wij gewoon door naar seizoen 2. We hebben wel druk van Sebastian Vettel, 4 punten. Hebben wij voorsprong op de Duitser, dus dat kan nog close worden voor die positie. Maar heb je die vorige video in Brazilië gemist, zal ik die eerst even terugkijken zodat je deze dus gaat zien. Dan kan rechtsboven in het i'tje, klik erop en dan zie jij die video verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal, gewoon even doen, abonneer vooral voor meer. En schakel ook gelijk dat belletje aan als je een enkele aflevering van mij mist. Reageer wat even beter kan worden op mijn video's. Volg me even op de sociale media, @gierlandschaven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Gaan de componenten weer vervangen. Alleen daar hoeven wij geen grid penalties voor te pakken. Want die gridstraffen hebben wij namelijk al gepakt. Dus dat is allemaal clean. En dan gaan we ons lekker voorbereiden voor de laatste race van seizoen 1. Er zijn geen updates meegenomen. Dus ja, op naar de kwalificatie voor aflevering nummer 16. Dan zijn we aanbeland bij de kwalificatie op het nieuwe circuit van Abu Dhabi. De bochten zijn hier namelijk wat veranderd. Vanwege de baanaanpassing in 2021, toen Max hier voor het eerst wereldkampioen werd. De ronde begint al niet al te best. We hebben al een klein aantal momenten oversturen namelijk. We kunnen de auto niet voluit hier gooien, omdat de auto het gewoon niet redt. Dit is wel een iconisch punt. Hier veroverde Verstappen eigenlijk zijn wereldtitel. Maar dat kunnen wij dit seizoen helaas niet nadoen. Diezelfde Max zet de snelste tijd neer met een 1.25.6 volgens mij. Wij gaan daar een klein beetje te wijd. En wij zetten een 1.27.6 neer. Einde van Q1. Iedereen gaat dus nu naar buiten voor een outlap. En dat zie ik. En ik wil dus als een van de laatste mijn ronde beginnen te starten. Als al die mensen weg zijn uit de pitstraat. Proberen de banden nog goed op te warmen. En dan gaan we ons klaarmaken voor mijn laatste run hier in Abu Dhabi in Q1. We staan op P19. Kijken of wij nog een paar plekjes hoger kunnen eindigen. Dat zou mooi zijn. Groen bij de Delta, rood in sector 1 en 2 met nog ongeveer een minuut op de klok. En wij zetten de 13e tijd neer met een 1.26.7. Carlos Sainz het snelste in Q1, daarachter Lewis Hamilton en Max Verstappen. En wij staan op een P18. Op zich niet verkeerd. Theo Pourchaire start helemaal als laatste. Dus dan is het op naar de race hier in Abu Dhabi voor aflevering nummer 16 van F1 22 My Team Career Mode. Daar gaan we dan. It's the final chapter of the season then here at the spectacular Yas Marina Circuit. It's a race where the pole sitter failed to finish in three of the first four events. A front row start here is by no means a guarantee of victory. We go into battle once more then as we get underway at the Abu Dhabi Grand Prix. We have 16 corners here at Yas Marina Circuit, 7 to the right and 9 to the left. It's a total lap distance of 3.28 miles, two long straights and overtaking opportunities throughout the lap. And we expect average lap speeds of around 123 miles per hour. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Fantastic effort from Charles Leclerc yesterday and it's put him on pole. And it's Lewis Hamilton alongside. Considering the rest of the grid, we have Perez, Ricciardo, Valtteri Bottas and Fernando Alonso. Sainz, Verstappen, Albon and Esteban Ocon. Vettel, Magnussen, they'll be starting further back after an earlier grid penalty. The Professor and Russell. Tsunoda, they've taken a grid penalty. Joe, Mick Schumacher and Lance Stroll. Gasly,
They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Latifi, Teo Pourchaire, and Lando Norris starts from the back of the grid. Which of these talented drivers will come out on top today? Anthony Davidson joins me once again in the commentary box. Ant, it's fantastic to have you here with us today. But I'm curious, as a man with experience out on the track, how do you stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? Well, I imagine they'll be starting to feel the adrenaline as they anticipate the rundown into turn one, a bit like preparing to go into battle. The unknown situation will bring nerves, but that's a good thing. It will keep them focused on the moment and on their surroundings as we build towards the start of the Grand Prix. Let's aim for a strong finish to the season. We moeten het seizoen sterk zien af te sluiten, zegt Mark Brisley. Dus daar moeten we ook voor aan knokken. Hopelijk misschien een punt, maar ik ben er bang voor. Staan een aantal posities hoger dan verwacht, omdat mensen gridstraffen hebben gepakt in de wedstrijd. Gaan een eenstopper doen, medium hard is de strategie. Nemen wat extra fuel mee om wat harder te kunnen pushen dan normaal. Want Abu Dhabi is een lastig circuit om in te halen. Dus ja, dit wordt nogal een wedstrijd. Gaan ons voorbereiden op de Formation Lab. Dit wordt trouwens ook Sebastian Vettel zijn laatste grote prijs in F1 22 Mighting Career Mode. Na deze race houdt hij het voor gezien. Dus hopelijk kan hij deze race goed afsluiten. En zo niet, dan is het alleen maar voordelig voor ons. Banden dus op temperatuur zien te brengen, remmen op temperatuur zien te brengen. En dan komen we zometeen aan bij onze gridslots. Goed geparkeerd, jazeker. En dan gaan we ons gewoon voorbereiden voor aflevering nummer 16 hier in Abu Dhabi. De laatste race van seizoen 1 staat op het punt te beginnen. De lampen gaan aan voor de grote prijs. En ze zijn uit en we zijn onderweg. En we komen slecht weg, want Russell is beter weg. Yuki Tsunoda is beter weg. Wij maken hier een divebomb naar Magnussen. Dat lukt net, jazeker. Maar geen posities verloren bij de start. Of gewonnen bij de start. We moeten even opletten op Sebastian Vettel, wat hij aan het doen is. En Guanyu Zhou en Tsunoda hebben Russell te grazen genomen. Wij maken daar een divebomb naar Vettel en Magnussen. Magnussen laat ons niet leven. En wij worden de curbstone opgeduwd. Maar Vettel hebben we in ieder geval te grazen genomen. Dus dat is goed om te zien. Nu doorrijden naar Kevin Magnussen voor P11 in de wedstrijd. Wat kan Sebastian Vettel hier dan op het rechte stuk? Niet zoveel, denk ik. Kijk wel naar de buitenkant, alleen daar is geen ruimte. Dus voorlopig een goede start. Ocon, Albon en Magnussen knokken samen om dat laatste punt. Drie dik hier bij sector 2. En het is Ocon die daar het beste uitkomt. Jazeker. Esteban Ocon na P10. Magnussen zet druk bij Alexander Albon. En we zitten in ronde nummer 3 van de wedstrijd. Als wij Alexander Albon hebben gepasseerd. En hij valt hier ons aan. Aan de linkerknik. Maar volgens mij net voor die DRS-zone. En wij krijgen dus nu DRS van Albon. Slim gespeeld. Een slimme tactiek. Zo hoort het ook. En rijden op P11. Dus voorlopig een prima race. En hier kan Albon ook helemaal niks. En Vettel trouwens ook niet. Dus we zitten voorlopig safe. En dit was dus een herhaling van Teo Pourchaire. Die begon dus zo zijn start. Ik weet niet wat er aan de hand was. Maar volgens mij had hij een momentje overstuur. Bij het einde van de formatieronde. En lag dus een heel veel meters achter ons. Wat gewoon niet fijn is. Hij maakt wel een paar meters goed in de eerste bocht. En komt dan gelijk achter Nicolas Latifi. We zitten in ronde nummer 5 van de wedstrijd. Als Albon het probeert aan de buitenkant. Dat lukt niet.
Wij hebben hier zometeen DRS. Hetzelfde geldt voor Russell. Die zit bij Albon te kijken. En wij rijden nog steeds op een 11e plek. Geen punten voorlopig. Er moet wel iets aan gaan gebeuren. Maar Magnussen zit te ver weg. 5,5 seconden is het. Voorlopig. En dan zitten we in ronde nummer 6 van de wedstrijd. Als we daar George Russell hebben aan de binnenkant. Is er voorbij? Jazeker. Maar wij kunnen laat remmen. Dat kunnen we zeker. En duwen Russell daar wijd. Gaan hij zelf ook een beetje buiten de baan. Russell kruist terug. Maar dan moet hij daar helaas opgeven. En dat is nog steeds een 11e positie voor ons. Goeie knokpartijen hier. Dat weet ik wel. Nog 23 rondes te gaan in de wedstrijd. Het gat aan Magnussen is inmiddels gegroeid tot 9,6 seconden. En naar Vettel is het ongeveer 17e. Russell rijdt op P13. Dus we kunnen wel aardig meedoen met de concurrentie. Alleen punten wordt hem helaas vandaag niet, denk ik. En dan zitten we in ronde nummer 11 van de wedstrijd. Nog 11 rondes te gaan. Sorry, dat is er even verkeerd. Nog 12 rondes te gaan. En gele vlag vanwege een auto die daar stilstaat. Het is Sebastian Vettel die uitvalt. In zijn laatste race in Mighty Remote houdt zijn auto ermee op. Russell kan hier niet aanvallen. Probeert het zometeen wel. Bij de linkerknik van het circuit. Hier dus een herhaling van wat er is gebeurd. Vettel die dus in gevecht was met iemand anders zie ik. George Russell volgens mij hier houdt de auto het voorgezien. En hier eindigt Sebastian Vettel zijn carrière in mineur. Vindt dit overigens niet fijn, maar goed, het is wat het is. Dit is nou namelijk betrouwbaarheid en die heeft Aston Martin helaas niet. In ronde nummer 12 duik ik naar binnen voor mijn laatste pitstop van de dag. We gaan dus naar de medium compound. Deze pitstop moet gewoon goed gaan. Gasly rijdt door. Albon gaat met mij mee de pitstraat in. ...2,4 is de pitstop tijd. Vind ik voldoende. En we komen voor Albon en Russell weer de baan op. Achter Lando Norris en Theo Poortje. Ik weet trouwens niet of ik hem meeneem in seizoen 2. Kan zijn van wel, kan zijn van niet. Allemaal even afwachten namelijk. Maar nu moeten wij hopelijk naar Lando Norris niet toe te rijden. En dan zitten we einde ronde nummer 14. Als ook heel veel jongens naar binnen zijn gedoken voor hun laatste pitstop van de dag. Wij komen die jongens dus nu allemaal tegen op het rechte stuk start-finish straight. En dan zitten we in ronde nummer 15. Nog 14 rondes te gaan. En Norris rijdt gewoon door. En wij komen denk ik terug op een P11. Als ik dat goed zeg. Russell had daar wel een momentje. Uitkomen bocht nummer 1/2 ongeveer. Nog 14 rondes te gaan in de wedstrijd. En Russell kan misschien kijken. Die heeft hier zometeen DRS. Maar die poging is niet gelukt en zit in ronde nummer 28 als het geel is. Want Fernando Alonso valt uit volgens mij. En Mick Schumacher noteert de snelste raceronde. En daar maken we een klein foutje. Blauwe vlaggen worden gezwaaid. Tsunoda profiteert van ons. We zijn terugverzen naar P12, maar gooien onze overtakenknop aan. En het is weer de 11e positie. Nou, Tsunoda geeft niet op, een beetje wielbengen met elkaar. Dat mag allemaal. Hier laat remmen. Tsunoda remt ook laat, zie ik. Buitenom is die 11e positie weer van ons. We hebben daar blauwe vlaggen van Charles Leclerc, die zometeen de laatste race gaat winnen voor Ferrari. Dan is het 14 van 16 voor de Prancing Horses, zo worden ze ook genoemd. Daar laten wij Leclerc voorbij en die gaat zometeen de wedstrijd winnen in Abu Dhabi. Ongelooflijk dominant seizoen. Hopelijk kunnen wij iets doen in seizoen 2. Wij houden Tsunoda in bedwang en gaan op een 11e positie finishen. Geen punten, jammer maar helaas.
En Leclerc gaat dit kampioenschap vieren met zijn team. Seizoen 1 zit er officieel op. 16 races lang knokken voor wat we waard waren. Is het op naar volgend seizoen. En kijken wat dat dan gaat worden. Alright, race over. Take care of the car and wait. That's it then. They've taken the win here as we wrap up another fantastic Formula One season. Tell me, Anne, how do you think they were able to deliver such an incredible result today? Well, they certainly stood out as a driver with tons of confidence on the track. I think their ability to keep their cool, even during some of the more hectic parts of the race, meant they were able to capitalize on the mistakes of other drivers, giving them the opportunity to make their way to the top spot with ease. Red Bull are our winners today after showcasing some incredible driving. It's been a huge push from them lately to stay competitive with the other teams, and they're certainly proving themselves. Nou, hier worden ze uit van de wedstrijd. Perez wint de race in plaats van Charles Leclerc. Hamilton naar de tweede plek. Verstappen toch nog op het podium beland. Albon kreeg driver of the day en Leclerc op een ronde gezet en terugwezen naar de tiende plek. Heel raar. Wij vinden ze dus als 11e, teleportje als 15e. En het is Schumacher die helaas uitgevallen is. Ocon toch nog geclassificeerd. En Charles Leclerc dus de wereldkampioen van seizoen 1. Ferrari constructeurskampioen van seizoen 1. En wij vinden ze als 10e in het coureurs. Sorry, in het constructeursklassement. En 14e in het coureursklassement. In ons rookie seizoen toch nog goed gedaan. Toch nog 14 punten weten te behalen. Ik had echt verwacht dat we dit seizoen 0 punten hadden behaald. Maar mede dankzij die grote prijzen. Namelijk Canada. En Austin was het gewoon goed gelukt. Wat niet goed gelukt was, was dus de rivaliteit breakdown. Norris heeft ons compleet verslagen. 33 tegenover 14. Het team acclaim is dus gewoon goed gebleven. En gaan misschien door met Theo Poortje in volgend seizoen. Of pakken we misschien een andere coureur net hoe hoog ons budget is. Over budget gesproken. Hier is het geld. $241,600 binnengeslopen van de sponsoren. Helaas hebben mezelf en Theo wat schade gereden. In totaal $67,500 ook erbij. In totaal $1,35 miljoen op de bank. Daarvan kunnen we misschien een goede rijder van kopen. Maar dat is allemaal voor volgend seizoen. Even de kalender opvullen. Maar dat is ook allemaal zo gedaan. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van seizoen 1. Heb jij vooral genoten? Benoemd dan zeker met een like. Heb je niet genoten? Dislike de video dan. En vertel me waarom je het leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal en wil je meer wekelijkse Formule 1 content zien op mijn kanaal? Gewoon even doen, abonneer je vooral voor meer. En schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je altijd op de hoogte bent wanneer ik een nieuwe video upload. Je kan me volgen op de sociale media, @GianLandschaven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was het Gianland mensen, tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. We gaan verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer! They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand.